Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven ons land, maar het is op de meeste plaatsen droog. Dat is vanavond en vannacht ook nog het geval. De temperatuur gaat vanavond dalen naar zo'n 17 tot 22 graden en de wind draait naar het noorden en is matig rond kracht 3 tot 4. Vannacht daalt de temperatuur verder naar zo'n 15 tot 16 graden. Er zijn opklaringen en lokaal kan er een enkele mistbank ontstaan. En morgen lijkt het weer op veel op dat van vandaag. Er zijn wolkenvelden, maar in de loop van de dag wordt het steeds beter en is er meer ruimte voor de zon. De wind komt vanuit het noordoosten, is matig, rond kracht 3 tot 4 en het blijft de hele dag droog. De dagen daarna gaat het veranderen. Donderdag wordt het zomers warm, 25 graden tot 30 lokaal in het zuidoosten. In het zuiden van het land kan er lokaal een onweersbui ontstaan en dat is vooral later op de dag het geval. Vrijdag en zaterdag is de kans op een bui groter en dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Het wordt zo'n 21 graden op zaterdag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.